In deze video leer je hoe je een MyPV-toestel kan gaan toevoegen in je Esma Energy System Home. MyPV zorgt ervoor dat overschot van zonne-energie kan gebruikt worden om warm water in een boilervat extra te gaan verwarmen. Is er veel energie, dan zal er veel vermogen doorgegeven worden. Is er weinig overschot aan zonne-energie, dan zal er weinig vermogen doorgegeven worden. Dat is variabel. MyPV heeft rechtstreeks communicatie met Sunny Home Manager. Het enige wat je dient te doen, is het warmte-element in te bouwen en onderaan een ethernetkabel aan te sluiten. Om de communicatie in orde te maken tussen de Sunny Home Manager en het MyPV-element, openen we de Sunny Portal Plant, waar de Sunny Home Manager reeds geregistreerd is. We gaan naar Configuratie, Overzicht Apparaten en zien daar de Home Manager staan. Er kunnen nieuwe apparaten toegevoegd worden. We kijken daarvoor bij Overzicht Nieuwe Apparaten. En we zien hier dat de AC-LWI onmiddellijk zichtbaar is voor de Home Manager. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan kan je door op apparaten actualiseren te klikken, een zoekfunctie laten uitvoeren door de Home Manager en komt die ook tevoorschijn. We voegen de AC-LWI toe door op de plus te klikken. Hiermee maakt de Home Manager communicatie met de AC-LWI. Deze procedure kan enkele minuten in beslag nemen. Het MyPV-element is gevonden. Je kan het toestel een naam geven. Ik laat het nu staan op AC-LWI en ik klik op Verder. We geven de prioriteit van de verbruiker in. Die staat nu zeer hoog. Meestal wordt die wat lager gezet, dat we enkel gaan extra verwarmen op het moment dat er zonnestroom op overschot is en geen andere apparaten binnen het SMA Energy System Home van energie moeten voorzien worden. Hieronderaan kan je nog aangeven als hij gaat in zonne-energie gebruiken of dat dat de volledige zonne-energie is of dat dat ook een combinatie mag zijn met energie uit het net. We kiezen hier uiteraard volledige zonne-energie. Het MyPV-element heeft een variabel vermogen. Ik klik op Verder. Alle parameters zijn ingevuld. Door op voltooien te klikken is het MyPV-element toegevoegd als uitbreiding aan de installatie. Als je later nog parameters wil wijzigen aan de MyPV, dan ga je naar configuratie, overzicht en planning van verbruikers. Daar staat het MyPV-element en dan kan je bij configuratie eventueel nog de parameters gaan wijzigen. Prioriteiten hoger zetten, meer of minder zonne-energie en dergelijke. Nu kunnen we het MyPV-toestel gebruiken om het warm water van de boiler extra te gaan verwarmen op het moment dat er overschot is aan zonne-energie. MyPV heeft twee typen toestellen. Je hebt de AC-LWI, waar je een vast warmte-element mee in de boiler steekt. Of je hebt de AC-TOR, die het bestaande warmte-element extra vermogen gaat geven. Zo, nu kan de klant genieten van zijn eigen warmtebatterij.